We zijn hier vandaag om met twee scholen uit te wisselen. Dus onze Franstalige school samen met de school van Harelbeke. Zodat de leerlingen de taal leren kennen via andere kinderen. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, aujourd'hui, il y a l'échange linguistique et demain aussi. Et donc, on fait tous des jeux ensemble avec les deux écoles. C'est cool de voir les autres écoles et de voir comment ça fonctionne. Là, on est en train de faire un jeu de piste avec toutes les classes. Et à la fin, on se trouvera un mot. Moi, j'aime bien parce que voilà, on fait d'autres rencontres d'autres personnes. Il y a beaucoup des jolies filles. Enfin, voilà, des garçons. Ik vind zo'n project wel belangrijk, omdat ze dan via elkaar in een andere setting dan de school eigenlijk met een vreemde taal kunnen omgaan en daaruit kunnen leren uit een gewone situatie, in plaats van dat alles via de schoolbanken gedaan wordt. Ik trouve ça chouette parce que on rencontre de nouveaux gens et aussi ils peuvent nous aider à améliorer la langue qu'on apprend. Ook is het nuttig dat de kinderen weten waarom ze eigenlijk Frans leren en het is echt het nuttige van het onderwijs dat hierdoor extra gestimuleerd wordt. Wat mama bij deze reclame? Want daar houden we van. Nee. Nu zijn we een filmpje aan het maken over onze boekbespreking. Van het boek dat we moesten lezen in het Frans. En de leerlingen van Brussel moeten een filmpje maken in het Frans over het boek in het Nederlands. En dan gaan we dat samenvoegen in één filmpje. Ik hoor veel lachen, ik hoor veel. Ik zie dat er zo bepaalde soorten van koppels aan het vormen zijn, vriendschapsbanden. Dus dat is wel het positieve, denk ik. Dus ja, in het algemeen is het best oké. Dat is een goede idee. Comme ça, on peut mettre en pratique le néerlandais. En ça, c'est cool. Comme ça, on n'a pas cours. Ik sta hier bij drie kinderen die van school zijn geswitcht. En wat vond je van de dag vandaag? Ik vond het heel leuk. Ouais, c'était chouette. Et j'ai bien aimé parce que c'était un mélange néerlandais-français. J'aime bien parce que ça doit aussi exercer notre vue et ça peut servir quoi pour le futur. Het is goed dat het Prins Philip Fonds bestaat, omdat dit zo een grote financiële tussenkomst garandeert voor onze kinderen. Want er zijn al veel uitstappen, ze gaan op bosklassen. Wij doen al vaak beroep op de financiën van de ouders. En door de steun van het Prins Philip Fonds kunnen wij dit al die jaren eigenlijk gratis aanbieden aan onze leerlingen. Voor de professeurs die hésitent, je leur dirais de sauter le pas. N'hésitez pas, y aller. Faites confiance à votre équipe, faites confiance à vos collègues et également à vos étudiants. Parce que c'est grâce à tout ce monde que vous pourrez mener ce projet à bien. Ik zou zo'n uitwisselingsproject zeker aanraden. Het is niet alleen een meerwaarde voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten, omdat ook zij zo in contact komen met andere leerkrachten en daar de nodige kennis kunnen opdoen. Hallo mama, welkom bij deze reclame. Wil je eens van school switchen? Dat kan dan op Scholen Switch. Top, dat was echt goed.